Maar ja, iedereen vindt die groepvalpartij altijd zo eng. Dan hoor je echt allemaal van die gasten helemaal creperen en allemaal... Ah, ik heb wel eens gehad. Had ik het asfalt niet eens geraakt, joh. Dan lag ik gewoon bovenop. Vijf jaar lang als gecontracteerdrenner in de ronde gefietst. En nu als individueel sporter, zoals ze dat noemen, en rijd ik voor mijn eigen sponsors. Ja, wat ik zelf gewoon heel belangrijk vind, is dat ik er gewoon lol in heb. Ik hoop volgend jaar naar Afrika te gaan en daar nog een wedstrijd te winnen. Dan heb ik op elk continent van de hele wereld zelfs koersen gewonnen. En ja, ik denk niet dat er heel veel renners zijn die dat kunnen zeggen. Als ik dan 3 uurtjes ga fietsen, heb ik overal een beetje mijn vaste parcoursjes. Maar ja, nu speciaal voor de video moet ik natuurlijk even mijn schoenen poetsen. Want die waren nog vies van gisteren. Ik woon al 5 jaar lang alleen. Het is elke dag trainen. Vervolgens reis ik de hele wereld over en dan win je een wedstrijd. Dan kom ik thuis, moet je de wasmachine weer aanzetten, dus koken, slapen en dag en na moet je weer trainen. Dit zand heeft best wel dikke korrel. Op een gegeven moment rij je er hele kleine spoortjes in. En dan moet je eigenlijk oefenen om precies in dat kleine spoortje te rijden. Het is natuurlijk niks moois dan als er een zontje opkomt. En dan kan ik hier gewoon lekker trainen. Ik ben nu al 5 keer naar Sinach geweest. Vorig jaar wist ik te winnen. 6 miljoen kijkers op tv. En toen kwam ik dit jaar terug in China. Nou ja, toen was ik ineens bijna een volksheld geworden. Nice. Als je dan weer terug op de Unie komt, is het contrast eigenlijk gewoon heel groot. Ik merk nu zelf, dat vind ik gewoon heel fijn, dat ik daar gewoon in de anonimiteit kan rondlopen. Ik studeer geografie, planologie en milieukunde. Op de middelbare school moest ik een keer bij aardrijkskunde een landkaart inkleuren. En toen dacht ik, dat is echt wel tof joh, kaarten maken en dat soort dingen. En dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon deze hele studie doen. Want dan kan ik in ieder geval het eerste jaar dat vak doen, dan kunnen we kaarten maken. Dat vind ik leuk. Ja, in heel veel landen waar ik kom, is de kennisverdeling niet altijd even eerlijk. Ja, dan denk ik van, ja, waarom gaan mensen eigenlijk vechten? En uiteindelijk, ja, het is altijd om 2 redenen. Het is altijd om geloof of om grenzen. En ik denk van, ja... Misschien dat ik op dat ene vlak een bepaalde bijdrage aan deze wereld kan leveren. Misschien one map at a time, maar kaarten geven echt wel heel veel macht. Ja, dat is misschien een toffe koppeling weer terug naar het fietsen. Ik kom over de hele wereld en je komt ook op plekken waar gewoon heel veel mensen heel weinig hebben. En zo raakte ik ook een keer in Mongolië verzeild. En dan sliepen we daar gewoon in die tenten bij die mensen. Je ziet er kinderen rondlopen in jassen die uit elkaar vallen. Zo heb ik eigenlijk de laatste 2 dagen heb ik bijna alles weggegeven wat ik had. Ik denk van ja, dan laat je eigenlijk ook bij die mensen een hele ander beeld achter. Maar ook voor jezelf vind ik dat gewoon heel belangrijk om te doen. Ja, als ik gewoon ook nu kijk naar mijn carrière, dan ben ik eigenlijk gewoon de gelukkigste mens op aarde.